Dat is wat we doen, bro. Als hij in beeld komt, kunnen we dan zeggen Nebil Gedo's Schmikkelaar? Of Schmikkelkoning? Schmikkelkoning. Met de SCH. Ja. Goeie tosti, maar ben je tens ofzo? Tosti? Overprikkeld van een tosti. Baby. Ik weet niet of je het door hebt, maar we zijn bezig met opnames en zo. Ik wist niet dat mensen zo'n tosti eigenlijk kennen. Ik had gewoon tosti met kaas gewacht. Wij komen van broodjes met brood. Dat is echt waar. Dat is echt waar. Wij komen nog van als die brood schimmelt, al je alleen die schimmel weg. Echt zo. Echt zo. Echt zo. Tosti. Oh, een beetje klaar met dit. Ja. Begrijp deze titel niet? De titel is Ze ben ik, wat in het Nederlands een beetje plat staat, sla rekenen op jou. Wat is die titel eigenlijk? Echt geniaal. Ik denk niet waarom ik hem bedacht heb. Ook gewoon mooi. Hij heeft zo'n regel, hij zegt alles wat dit maakt in de Marokkaanse titel, zo, daar leest hij je voor. Dus hij helemaal zoeken in zijn wordmap van oké, waar gaat het over? Die regel op jou, toen zei hij oké, het is een barrel op jou. Het is een beetje kipzaak. Ik zei, hé, meneer, wacht ik nummer 2, wacht ik nummer 3. Ze zei, afwaar, nummers kwamen terug, hebben we paniek afval, samen tellen. 1, 2, reken op jou. Dus die gelaastheid van reken op jou, bouw op jou, beter zeg is jij voor mij, ik voor jou. Bro, dat is een man, dat is een op jou. Zeg maar, ik denk, oké. Echt zo, wat doe je dan, Thijs? Als ik naar theater kijk, heb ik niet het idee dat het een plek is waar ik in gevolg van representatie zelf en hoe wij volgens een manier kunnen met onszelf blijven in theater. Dat was die zoektocht. Bachelor Peter, hoor. Ja, we hebben er meer nog meer zien. En ik denk, ik ben echt ons gast geworden. Als op zoek naar andere burger voor mij, bro, je praat over theater. Ja. Maar ga vooral door. Nee, bro, dat ging over kwetsbaar en zo toch. Iets met, ik vind theater werk. Nu zijn wij in theater, nu is theater lid. Letterlijk. Brikschot. Letterlijk.